ons te delen. Toen je net zong over het graf van Jezus, waar waren we 5 jaar geleden? Ja, bijzondere belevenis toen gaat. Lieve mensen, ik wil graag met u een gedeelte lezen en dan gaan wij wat anders doen voor morgen met de preek, maar ik wil graag bidden. Vader, wij danken u zo voor uw woord. Uw woord is de waarheid. Heer, u zegt dat uw woord is als oude en nieuwe schatten die wij mogen uithalen, oude en nieuwe edelstenen en kostbare smaragden. En wij bidden u dat u dit zal gebruiken vanmorgen om ons hart te raken en ons opnieuw te richten op uw wonder van voorziening, maar het wonder van uw woord. Amen. Amen. Goed, lieve mensen, ik wil graag, bedankt Ivan, ik wil graag een tekst op de PowerPoint hebben. Kan je die voor ons daar even doen? En kunnen jullie dat lezen? En het geschiedde toen de dagen van Jezus zijn opneming een vervullen gingen, dat hij zijn aangezicht richtte om naar Jeruzalem te reizen. Dat is de tekst voor vandaag. En als je dat nou leest, in Lucas 9, wat valt je dan op? Beetje een vreemde zin, hè? Ja, nou, je kan het ook in een andere vertaling naar kijken. Maar zijn opneming. Wat een vreemde woord. En dat schrijft Lucas. En dan zegt hij, voor het Lucas-evangelie, beschrijf eigenlijk het werk van Jezus en heeft het grotendeels gedaan in Galilea. En Jeruzalem was eigenlijk heel bedreigend. Ze gingen daarheen voor een feest en na iedere keer wilden ze Jezus doden. En dan ging hij terug en hij deed tekenen, wonderen overal in Galilea. En hij stuurde zijn discipelen daaruit en die kwamen terug. En dan begint het gerucht over hem ook bekend te worden, zelfs bij koning Herodes. En vanaf dat moment, dat is een scaniertekst. Met andere woorden, is het duur. Hij was eerst in Galilea en dan gaat de deur dicht of open en dan gaat hij de andere kant op. En dat is zo typisch een Lucas vers. Hij zei de dagen dat hij opgenomen zou worden. En dan moet je, wie werden allemaal opgenomen in de Bijbel? Henoch, de 7e van Abraham, ach, van Adam af, die wandelde met God. Er zijn ook boeken, een profetie van Henoch, die zijn niet zo bekend bij ons, maar daar is heel veel wat hij beschrijft over het koninkrijk van God in zijn boeken. Over de troonzaal die overeenkomt met wat Johannes gezien heeft later. Dat is heel opvallend. Maar wie werd nog opgenomen? Elia, ja, hele bijzondere verhaal van Elia. Als je met je Bijbel wil gaan, dan krijg je bijna hetzelfde. En dat vinden we in 2 Koningen hoofdstuk 1 en 2. 2 Koningen hoofdstuk 1. Dan begint de tekst ook. Hoofdstuk 2, 2 Koningen 2. En het geschiedde
toen de Heere Elia een storm ten hemel zou opnemen, dat Elia met Elisa uit Gilgal ging. En dan overal komen ze andere profeten tegen en die zeggen, weet je dat Elia van je opgenomen gaat worden? En dan gebeurt er iets heel bijzonders wanneer Elia in de hemel wordt opgenomen. Wat gebeurt er? Een wervelwind, een vurige wagen met paarden. En wat gebeurde dan? Dan willen sommige profeten hem gaan zoeken. Ja, helemaal gek. Maar wat gebeurt er? Wat is kenmerkend? Wat gebeurt tussen hem en Elisa? Hij krijgt de kracht van Elia. En hoe krijgt hij de kracht van Elia? Wat gebeurt er? De mantel van Elia, en dat is het wonderlijke van het Hebreeuws, die van hem afgevallen is, en dat woord van hem afgevallen kan ook ditzelfde vertaald worden, op hem gevallen. Zo, het kleed, de profetische mantel om wonderen en tekenen te doen, wat Elia had, die kwam eigenlijk op Elisa terecht. En de vraag van Elisa is dat ik een dubbele zegen van de salving wat op u ligt mag geschieden. Vers 9, zo mag ik een dubbele deel van uw geest op me komen. Maar wie werden nog opgenomen? Mozes werd niet opgenomen, maar Jezus werd later opgenomen van de berg. Van de Olijfberg. Nu heb ik hier iets opengemaakt wat niet open moet zijn. En ik weet nou, daar is een knopje. Vol scherm. Dat is hij. En wat zo belangrijk is, is Efeze zegt, wanneer Jezus werd opgenomen, Efeze hoofdstuk 4 vers 11, dan geeft die gaven aan mensen, apostel, profeet, evangelist, herder en leraar. Zo, Lucas die grijpt eigenlijk achteruit naar Elia en hij grijpt vooruit en hij zegt, daar komt iets wanneer Jezus wordt opgenomen. Dat is een term, maar daar is ook de belofte. Dat is de belofte voor de kerk. Dat wanneer met loven te feest de laatste bazuin zal klinken, dat de Heer in de lucht zal verschijnen en wij hem tegemoet zal gaan. En hij zelf zal ook opvaren, dat weten wij, van de berg Elia. Maar nou, wat heel belangrijk is, als we nou weer naar die tekst gaan kijken, wat staan er? Jezus richtte zijn aangezicht om naar Jeruzalem te gaan. Ja, het is vers 51, wat staat er? 52. Oh, dat is een typfoutje hoor. Dat is gewoon een typfoutje. En dat staat ook niet trouwens, dat is niet deel van de schrift. Dat is later bijgevoegd om het voor ons makkelijker te maken. De woorden zijn geïnspireerd, de nummerkies niet. Zo, maar dan staat er,
Hij richtte zijn aangezicht om naar Jeruzalem te gaan. De nieuwe vertaling zegt, hij was vastberaden. Dat richt zijn aangezicht in zijn Hebreeuwse uitdrukking. Het betekent, hij heeft zich voorgenomen om wat te doen. En voor ons die leven in het Nieuwe Testamentische tijd, spreekt die woorden niet altijd zoveel aan, maar dit is eigenlijk een verwijzing naar Jesaja hoofdstuk 50. Wil je de volgende teksten opdoen? Graag. Jesaja 50 vanaf vers 4, dan staat er, u hebt mijn oren geopend, u hebt mij geleerd om te luisteren zoals een dienstknecht doen. En dan gaat het verder, ik ontblootte mijn rug voor de zweep. Ik keer mijn wangen toe aan diegenen die de baardharen uittrokken. Ik verborg me niet voor de schande, ook al spuwden ze mij in het gezicht. Omdat de Heere mij helpt, word ik niet ontmoedigd. Het voornemen zijn wil te doen, maakt mijn gezicht hard als een flintsteen, een keisteen. En ik weet dat ik niet beschaamd zal staan. Het voornemen om de wil van God te doen. Het vastberadenheid om het wil van God te doen. Dat is wat wij lezen dat Lucas schrijft. Jezus richt zijn aangezicht en hij zegt, nu ga ik naar Jeruzalem. En dat woorden die richten van zijn aangezicht komen overeen met wat in Jesaja staan. En in Jesaja wordt eigenlijk heel duidelijk voorspeld wat hem te wachten staat. En wat staat hem te wachten? Er staat hem te wachten dat hij veracht wordt, dat hij zal lijden, dat ze hem verachten zal als mensen, dat ze een baard uittrekken en een gezicht spuwen. En hij zegt, de voornemen om uw wil te doen. Ik ben vastberaden om te doen wat u van mij vraagt. Ik ben vastberaden om te doen wat u gaat doen. En daar is één ding van het opgenomen zijn wat ik vergeten ben om te vertellen. Dat woord in het Grieks, om opgenomen te worden, is hetzelfde woord als om tegen een stad op te trekken en het in bezit te nemen. Zo wanneer Lucas zegt, Jezus richt zijn, de dagen van zijn opname komt dichterbij en hij richt zijn aangezicht op Jeruzalem, zegt Lucas daarbij eigenlijk dat Jezus, hij gebruikt de woorden van een militaire campagne om Jeruzalem in te nemen. Maar wat was het beeld van Jeruzalem voor hen? Het beeld van Jeruzalem was niet zo prettig. Het beeld van Jeruzalem is dat, Thomas zei het al. Wij noemen hem vaak de ongelovige Thomas. Thomas zei het in Johannes-evangelie. Laten wij ook met hem meegaan naar Jeruzalem. Johannes 11, vers 16, laten we ook wij met hem gaan om daar te sterven. Zo ze wisten wat op ze wachten. En Lucas gebruikt eigenlijk, ja, is het zo één zinnetje in het Lucas evangelie, en dat springt eigenlijk uit. En ik geloof dat als je al aantal keren de lijdenstijd naar Pasen bent ingegaan, dan ken je de verhalen. En dan soms, dan doe je verstand zoiets van, oh, ik weet het al. Ik weet het al. Ik weet het al. En het Lucas
het evangelie van Lucas schrijft Lucas altijd op een zekere manier. En ik heb gezegd, het is de sleuteltekst. Wat gaan aan dit gedeelte vooraf? Alleen het hoofdstuk 9 van Lucas' evangelie. Verheerlijking op de berg, maar dat is veel meer. Ik ga het heel snel doen, want het springt er eigenlijk uit. Ik zat te kijken en ik zat te lezen in Lucas' evangelie en de tekst liet mij niet los. En de tekst liet mij niet los en ik zeg, Heer, wat betekent het nou? In Lucas' evangelie zijn er 12 belangrijke uitspraken en gebeurtenissen, wat Lucas zegt in hoofdstuk 9. We gaan het eerste doen. Hij begint in Lucas hoofdstuk 9 met de uitzending van de 12 discipelen. En zij gingen rond en zij deden wat hij gezegd had. Genees de zieken, ik geef jullie autoriteit en macht. Genees de zieken, werp demonen uit. En dan, nadat ze uitgetrokken waren en ging doen wat Jezus gedaan heeft en eigenlijk in zijn voetstappen volgde, dan komen ze terug en ze vertelden hem alles wat gebeurd is. En wat er over gebeurt in het noorden van Galilea trekt tweedens de aandacht van Herodes. En Herodes zegt, joh, is dit Johannes de Doper, de profeet die teruggekomen is. Zo zelfs de koning die goddeloos is, die gaat vragen stellen, maar wie is deze man? Dan komt de volgende. Dan komt de spijziging van de vermeerdering van de broden. Hoeveel mensen waren er toen die gegeten hebben van die broden? 5000 mannen, hoeveel mensen vraag ik? Dat is altijd meer vrouwen en kinderen. Zo, je moet rekenen, het was 12.000 tot 15.000 mensen die dit meegemaakt hebben. En dan gaan een gerucht daarover overal heen. En dan terwijl ze daar waren, dat de Jezus bad. Dan vraagt hij aan de discipelen volgens Lucas' evangelie, wie zeggen de mensen dat ik ben? Herodes, die vraagt al, wie is dit? En dan begint, en dan antwoordt Petrus, en dan krijg je dat Petrus door de Heilige Geest zegt, u bent de Christus, de Zoon van de levende God. En Jezus zegt, op deze rots zal ik mijn kerk bouwen. En daarna, na die aankondiging, en ik zeg jullie dat jullie niet zal doodgaan voordat jullie het koninkrijk van God zien komen. En die tekst zitten heel veel mensen op de verkeerde been. Want ze begrijpen niet wat het koninkrijk van God betekent. Jezus illustreert het koninkrijk van God. Hij kwam overal waar hij kwam, genas hij de zieken, bevrijdde hij mensen van demonen, gaf hij de armen eten en verkondigt hij het koninkrijk. Hij zegt, het koninkrijk van God is nabij. Het is niet in de toekomst. En ik breng het koninkrijk waar twee of drie in mijn naam vergaderd zijn, ben ik in uw midden, komt de koning. Het koninkrijk is onder u. De Bijbel zegt, wanneer demonen uitgedreven worden, is het koninkrijk van God bij u gekomen. Zo het koninkrijk is al nu en het komt nog op ons af. Het koninkrijk begint wanneer Jezus in je leven heerschappij mag voeren over de omstandigheden.
en je meer gericht bent op de koning in je en bij je en om je heen dan de omstandigheden waarin je zit in. En Johannes noemt elke teken een wonder, of elke wonder en genezing noemt hij een teken. De Nieuwe Vertaling vertaalt het met wonder tekenen, maar dan missen we het ook. Hij noemt het een teken. Van wat is dat het teken? Het is een teken van het komende koninkrijk van God. Zo elke persoon die tot geloof komt is een teken van het koninkrijk van God dat doorbreekt. Van elke genezing, elke persoon die bevrijd wordt, elke gebedsverhoring is een teken van Gods koninkrijk die komt. En dan nadat hij beleidde, Petrus gezegd heeft, u bent de Christus, de Zoon van de levende God, dan krijgen we in het Lucas-evangelie het eerste aankondiging, openlijke aankondiging van het lijden van Jezus. Hij zegt, de Zoon, vers 23, de Zoon van de mensen moet veel lijden en verworpen worden door de oudsten, overpriesters en schriftgeleerden en gedood worden en ten derde dagen worden opgewekt. En dan krijg je de verheerlijking op de berg, dat Jezus nam Johannes en Petrus en Jacobus mee en ze waren op de berg en hij ontmoet Elia en Mozes. Mozes die voorspeld heeft, er komt een profeet zoals ik. Elia, als laatste aankondiging uit het Oude Testament, zie ik stuur de profeet Elia voordat de Messias komt. En Jezus zit dan, en hij komt met de geest van Elia. En wat was dat met tekenen en wonderen? En dan daarna krijg je de genezing van de maanzieke jongen en de tweede aankondiging van het lijden. Ik ga even heel snel. En dan zie je dat de discipelen pakken het niet. Dan zeggen ze, oké, nou wie van ons is de allerbelangrijkste, weet je? Wie van ons heeft nou de meeste wonderen gedaan? Wie van ons is nou grootste? En dan zegt Jezus, jullie pakken het niet. Jullie pakken het helemaal niet. En dan gaat de discipel ook zeggen, ja, we kwamen mensen tegen die in uw naam demonen uitdrijven. Er waren mensen, maar die horen niet bij ons en die vertellen over u. En dat mag niet. En Jezus zegt, wie niet tegen ons is, is voor ons. Wie niet tegen ons is, is voor ons. En soms heeft de kerk een houding, de hele wereld is tegen ons. De regering is tegen ons. Alles is tegen ons. En de christenen voelen zich bedreigd. Terwijl, wat zegt de Bijbel? Wat is ons opdracht naar de regering? Bidden voor de regering. En niet bidden, Heer, wilt u met vuur uit de hemel komen? Want het staat ook in die hoofdstuk. Maar wat? Heer, zegen de overheid. Zegen de overheid. Geef dat ze goede beslissingen mogen nemen. Heer, kom met uw kracht en beïnvloed de overheid. Broed met uw geest overheen. Maar goed, de discipelen pakken het niet, heb ik gezegd. En dan het tiende komt, dan zegt Jezus, stuur zijn discipelen, joh, ik wil die weg volgen naar Jeruzalem. Ga in een gebied Samaria en bereid voor mij een huis voor. En dan willen ze hem niet ontvangen. En dan zijn de discipelen zo boos. Hier mogen we vuur uit de hemel over ze afbidden. Verwijzen ze ook naar Elia. Zo ze begonnen iets daarvan te begrijpen. En dan zegt Jezus, en staat de vertaling, staat er nog een stukje, komt uit de Griekse vertaling, ach, uit de Latijnse vertaling. Je weet niet van welke geest je bent. Als je mensen wil vernietigen,
als je boos bent op wat mensen tegen jou doen, dan heb je een andere geest dan de geest van Christus. Hij zegt, je weet niet van welke geest je bent. De Zoon des mensen is niet gekomen om te doden, te vervloeken, maar juist om te redden. En dan als laatste eindigt het met er is een prijs te betalen om Jezus te volgen. Het zijn 12 punten die Jezus heel snel zult voorbij komen. En precies in het midden, bij de zesde, is de verheerlijking op de berg. Dat is dat hoofdstuk wat ik zeg, dit is een scanuur. Dit is een oh joh, lammetjes mogen blaten, ik heb er echt geen last van. Dat is een prijs te betalen om Jezus te volgen. En dan zie je dat Jezus kiest bewust, van nu aan gaat hij naar Jeruzalem. En dan gaat het evangelie van Lucas anders dan de andere evangeliën. Noemt het een aantal gelijkenissen. Een hele aantal hele mooie gelijkenissen onderweg naar Jeruzalem. Verhalen die heel kostbaar is, die niet in de andere evangeliën voorkomen. Die eigenlijk Gods liefde openbaar. Drie verhalen bij elkaar van mensen die kunnen verloren gaan, maar dat God mensen zoekt. En zelfs het verhaal van een verloren zoon. Want Jezus is gekomen om te redden. Zo, als we dan kijken naar het gedeelte, wij zijn onderweg naar Pasen. En wat is nou mijn doel vanmorgen? Is ik wil gaan jou eigenlijk prikkelen. Als je nou leest, en er is zo'n tekst wat dan net een beetje anders is. Zo'n tekstje. Vraagt God, Heer, open mijn ogen om het te zien. Open mijn ogen voor nieuw openbaring. Open mijn ogen zodat dit wat Jezus voor mij gedaan heeft, mijn hart opnieuw zal raken. Maar open mijn ogen om te zien dat ik mensen niet afwijs. Niet in de raad gaan zitten van, ja, die is verkeerd en die moet een vuur uit de hemel. En dat je geest daardoor opstandig wordt en hard en bitter. Of Corrie heeft er een potje van gemaakt. Want dit is al genoeg in de wereld. Er gaat genoeg kapot. En Jezus kwam om heling te brengen. En Jezus kwam om verandering te brengen. Wanneer Elisa verder gaat, en hij heeft het kleed over hem heen gekregen, dan komt er teken een wonder en het begint bij de armen, de wezen en later ook om alle gift die er in de pot is in het profetenhuis uit te halen. En dat vond ik wel heel frappant. Want sommige profeten kunnen heel giftig zijn naar de wereld. En dit is niet de taak van het Nieuwe Testament. Een Nieuwe Testamentische profeet. Zelfs toen ze Jezus niet wilde ontvangen en afwees, ging Jezus en hij zegt, doe dit niet, je weet niet welke geest er in je zit. Maar hij zijn aangezicht maakte hij als een flintsteen om de wil van God te doen. En uw hoofdstuk eindigt dan met er is een prijs te betalen om Jezus te volgen. En die prijs die hij moest betalen, dat houdt Jezus ons voor. Maar hij geeft ook de beloning. God zal zorgen dat je niet te schande komt.
God zal voor u zorgen en hij heeft voorziening gemaakt. Want wanneer Jezus gestorven is en hij vaart op naar de hemel, dan zegt hij, mij is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde en ik geef het aan jullie. Maak discipelen. Maak discipelen. Roep geen vuur uit de hemel. Word niet boos en verbitterd. Hij zegt dat alles is een bewuste keuze. Hij heeft zijn aangezicht gericht om de wil van God te doen. En ik geloof wat wij nodig hebben in deze tijd, is om open te staan, Heer, in welke geest handelt u? En ook de vastberadenheid, de voornemen om zijn wil te doen, maakt mijn gezicht hard als een keisteen. Ik wil doen wat God van mij vraagt. Ik wil doen en wandelen in de dingen die God van mij vraagt. Dan hoe Jezus wist wat op hem wachtte. Vanaf dat moment. Jezus wist wat op hem wachtte. En hij ging en hij richt zijn aangezicht en hij zegt, dit is wat wij gaan doen. Wat is Gods wil voor jouw leven? Gods grootste verlangen is dat je de eeuwigheid met hem zal doorbrengen. Hij wil dat jij zoveel mogelijk mensen meenemen. En zeg, kom met ons mee. Dat de hemel vol zal worden. En dat de hel leeg zal worden. En om in die geest te wandelen en te werken in de tijd, is om te bidden en te zegenen en niet te spreken en te veroordelen. Niet te spreken en te wijzen op dat wat fout is, want wij zien wat Jezus deed. Er is een hele duidelijke, het lijkt alsof Jezus stappen zit in die, hoofdstuk en te zeggen, oké, nu gaan we een nieuwe kant op. En dan ineens is daar een vermeerdering ook. Want na hoofdstuk 9 stuurt hij 72 of 70 volgens andere vertaling mensen uit om precies hetzelfde te gaan doen. Wat de 12 gedaan heeft. Een uitdaging. Terwijl hij zich richt en nu ga je de doden, zoveel mogelijk mensen nog meer te bereiken en te genezingen, tekenen, wonderen te volgen en te verspreiden. En dat maakt het voor mij dan denken, wauw, ik lees nu al hoeveel jaar de Bijbel? 65 jaar wat ik wil bewust de Bijbel lees. En na iedere keer, dat heb ik nog niet eerder gezien. Dat heb ik nog niet eerder gezien. En dan gebeurt er iets. En ik zou zo graag willen, dat wanneer je leest, dat er hetzelfde gebeurt. Dat je de aanwezigheid van Gods geest zal ervaren. Dat er blijdschap zal komen over de liefde van God. Verwondering. Over zijn grote liefde en steeds weer opnieuw enthousiast worden. Wauw, je, dit heb ik nog nooit eerder gezien. Oh, wat bent u wonderschoon. En dat Pasen opnieuw een belevenis zal worden en onderweg daar dat die geest mee zal gaan en meegenomen zal worden in de geest van Jezus. Vader, wij bidden u voor iedereen hier vandaag. Wij bidden u om uw aanwezigheid. Wij bidden u om uw nabijheid. Wij bidden u, o Heer, wij weten hoeveel moeite, hoeveel teleurstellingen, hoeveel wij teleurgesteld worden door menselijke verwachtingen. Jezus, u had alle mogelijkheid om teleurgesteld te zijn in uw discipelen. Toen zij gingen vragen, nou, wie van ons is de grootste en de belangrijkste? En dat u zegt, nee, daar gaat het niet om. Het gaat om andere dingen. Heren, dat u ons mee zal nemen in de verwondering van wat u voor ons gedaan hebt.
ons harten gericht erop om de weg van het kruis te gaan. Amen.